En dit is een tutorial hoe je een template weer inlaat als je bijvoorbeeld iets hebt verwijderd of je wilt de juiste template gebruiken voor de juiste markt. Nou, dit is bijvoorbeeld de DAX 30. Dit is nu overigens DAX 40 geworden bij Admiral. Kun je dat op een bepaalde manier oplossen? Nou, ik heb bijvoorbeeld de DAX 40 bovenin staan. Ik heb een aantal grafiekjes. Als ik. Stel dat je bijvoorbeeld bij die M1, stel dat je per ongeluk op een of andere manier die expert adviseurs hebt weggehaald. Nou, dat kan natuurlijk. En geen paniek. En ook als je iets vernacheld hebt, een grafiekje weg, wat dan ook. Stel dat je zegt, nou, ik wil voor de DAX M1 waar je op handelt weer een nieuwe template inladen. Het enige wat je hoeft te doen is op de grafiek staan. En dan rechtermuisknop. Even kijken, rechts. Ja, rechtermuisklik, template inladen. Nou, we pakken de M1 TDB DAX. Moet je even goed opletten, want DAX 30 staat hierboven. Moet je even goed checken of dat inderdaad klopt. Nou, dat klopt dus niet, want onlangs is de DAX 40 veranderd. Dus het enige wat je hoeft te doen is de DAX 40 erin zetten. En de DAX 40 die kun je heel eenvoudig vinden via MarketWatch, via Tone. Of View heet dat, of Ctrl M van Maria. Doe bijvoorbeeld Hide All en dan Show All. Ga kijken waar de DAX 40 staat. Nou, die staat hier tussen bij Admiral. Nou, die sleep je erin. Het kan zijn dat dat even duurt. Als ik de video stop. Nou, het duurt ongeveer een minuutje voordat de DAX 40 beschikbaar komt. Nou, dan zie je dus ook een huilend gezichtje. Als je dat ziet. Kun je of dubbelklikken op het gezichtje, dan krijg je de instellingen natuurlijk. Of je gaat met rechtermuisknop via template, sorry, Expert Adviseurs, Properties F7. Of gewoon F7 aanklikken, dat kan natuurlijk. En dat is deze F7, dan krijg je de velden. Als alles goed staat in principe bovenin en je ziet, hey, ik zie geen. Ik zie geen lachend gezichtje. Dan moet je een live trading aanvinken hier. En dan is hij lachend. Dus dan zie je dat. Nou, in ieder geval de punten die voor de DAX gelden. Dat is bij de inputs. 150 gedeeld door 10 is 15. Stoploss is 15. Stoproom is 50. En ik heb het lotcijfer 0,1 of 0,1. En ik meen dat Alois ook vanwege de volatiliteit of minder volatiliteit die naar beneden heeft gebracht, zeg maar, de take profit stop los naar 10, dan vul je heel eenvoudig 100 in. Hier 100. 100 en daar stoproom. 2 punten maal 10 is 20. En dan heb je de template weer klaar. Dus met andere woorden, je kunt heel eenvoudig de template zelf aanmaken. Wat ik altijd aanraad, ga niet zomaar een template of in een profiel dingen gaan aanpassen. Ik heb hier de DAX 40 gemaakt. Nou, dat is dan toevallig dan de DAX 40. Maar stel dat je een nieuwe wilt maken, nieuw profiel, dan moet je altijd via default dat doen. En als iemand zegt, hey, ik krijg allemaal verschillende grids erin, hè, van die lijnen, dat kun je terugvinden in indicatorenlijst. En dat is dus TSS System. Dubbelklik je erop en heb je gridlines 25 punten maal 100 is dat 25 punten, denk ik. Nou, dan kun je ook, stel dat je zegt, nou, ik heb hier bijvoorbeeld heel veel lijnen erin. En dat zul je zien dat het heel veel worden hier. Dan zie je, dan krijg je een lelijke grafiek. Het enige wat je hoeft te doen is bij je indicatorenlijst, bij indicatoren TSS System, dat je de gridlines 0 zet. Nou, dan heb je geen gridlines, dat is prima. En een andere idee is namelijk als jij bijvoorbeeld die knopjes dat die weg zijn, ik zal ze weghalen voor jou, remove. Nou, dan kun je ook via Navigator die terugvinden. En dat doe je door bij View of Tone in het Nederlands de Navigator erin te zetten. En dan staat die bij de Expert Adviseurs. Die moet je even uitklappen en dan staat die bij TDB. Die sling je er gewoon in. En hier heb je de waarde. Ik heb hier 100, 100, stoproom 15. Nou, doe ik hier voor 20. 0,1 is dan lot size, percentage 0. Nou, dan zet je hem hier gewoon in. En dan heb je hem ook weer terug. Er zijn vele manieren die nou
Rome leiden natuurlijk, vele wegen die naar Rome leiden. En dit is dan ook een tutorial over de TDB. Hoe zet je het terug? Nou, als je iets vernacheld hebt in een bepaalde grafiek. De M1 is voor de handel. M5 is intermediate time frame. En M15 is voor een ja, algemeen beeld, zeg maar. Voor een helikopterview. Nou, stel dat je de M5 ook iets hebt vernacheld. Het enige wat je hoeft te doen. Ga naar templates. In een grafiek staan templates. Nou, we hebben hier bijvoorbeeld de DAX. Dan pak je de template van M5 TDB DAX. Die laat je in en dan is hij klaar. Nou, voor zover deze tutorial. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En nou, mocht er vragen zijn, weet je ons te vinden via info@tradingformoney.com. Tot ziens en veel plezier.